Ja, Tom, vertel het eens. Je hebt dringend geld nodig. Ja, daarmee dat we vandaag cocktailparty in de Drugenheiring organiseren. Normaal deden we altijd in onze eigen locatie, maar omdat die er nu niet meer is, waren we een oplossing aan het zoeken. En ja, direct een grote tent zetten en een generator zoeken en zo, dat is nogal moeilijk als je geen budget hebt eigenlijk, omdat je aan het sparen bent voor je bouw. Dus zijn we met Tina van den Drugen gaan samen zitten. En zo hebben we dan samen de oplossing gevonden om dat hier te organiseren. Ja, het jeugdhuis heeft momenteel geen lokaal meer. Vandaar dat zij op zoek waren naar een lokaal. Met dat een Drugen dan terug open was, hebben wij samen gezeten en zijn we tot conclusie gekomen dat hun cocktailfest hier mocht doorgaan. Ja, waarom Tina en niemand anders? Ja, Tina was juist begonnen met een jongerencafé. En omdat we hier redelijk veel zitten, is het zo gekomen op een caféavond dat we het hebben besloten om daarmee samen te werken. Vandaag kunnen de mensen cocktails komen drinken, rond een uur of negen. Dan hebben we vier verschillende soorten cocktails, die vers gemaakt zijn. En kwaliteit cocktails dus. En nu kunnen ze komen barbecuen, allemaal voor ons kaswatten spijzen. Dus ambiance is er voorzien.